Welkom bij de voorleesbibliotheek van de schoolschrijver en de jeugdbibliotheek. Hier kun je iedere dag luisteren naar een nieuwe aflevering van de verhalenserie Huisarrest. Een spannend verhaal geschreven en voorgelezen door echte schoolschrijvers. Schoolschrijvers zijn kinderboekenschrijvers die, zoals je al verwacht, heel goed verhalen kunnen schrijven. Ergens in een dorp in Nederland woont een groepje kinderen allemaal aan hetzelfde plein. Er heerst een virus buiten en daarom mogen ze niet naar school. Ze moeten binnen blijven. Ze mogen niet buiten spelen of naar elkaar toe. Op dat kleine plein kunnen ze elkaar wel zien vanuit huis. En als ze het raam open doen, kunnen ze elkaar horen. Daarom vertellen ze elkaar verhalen. Gewoon door het open raam. 10 kinderen, 10 dagen, 10 verhalen. Ga maar lekker zitten of liggen en luister naar het derde deel van de verhalenserie Huisarrest. Deel 3. De schreeuwende zussen. Geschreven door Pieter Koolwijk. Hi, ik ben schoolschrijver Pieter Koolwijk en ik ga mijn verhaal voorlezen. De schreeuwende zussen. Binnen zitten, opgesloten zijn, geen kant op kunnen. Vreselijk. Maar dat vind ik niet eens het ergste. Nee, dat is dat er geen voetbal meer is. Ik kan niet naar buiten om tegen een bal te trappen. Het is niet op tv. Het lijkt wel alsof voetbal ineens niet meer bestaat. Een wereld zonder voetbal zou verboden moeten worden. Ik heb niet eens een grote broer met wie ik in huis kan voetballen. Alleen een zus, Kate, die heel aardig is, maar vooral verliefd is op haar telefoon. Daar kijkt ze meer naar dan dat ik tegen een bal trap. Faas, nu is het jouw beurt om een verhaal te vertellen, roept Charlie vanuit haar raam. En rap dan? Ik wijs naar mijn vriend. Hij hangt uit zijn boomhut op het platte dak. Ik kan zijn brilletje zien glinsteren in het zonlicht. Niks ervan, Faas, zegt hij lachend. Het is jouw beurt. Hij vindt het vast heel grappig dat ik nu wat moet verzinnen. En zo hard roepen dat mevrouw Citroen het ook kan horen, zegt Charlie. Ik wil wel een verhaal vertellen, alleen ik heb geen verhaal. Snel denk ik na. Voetbal, roepen, mevrouw Citroen. En dan begin ik maar gewoon met praten. Dat werkt meestal het beste. Oké, vannacht kan ik niet slapen. Dus ik heb de hele nacht FIFA zitten spelen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Die heb ik in mijn vriendenlijst. Dat is echt niet waar, roept Robin, het broertje van Charlie. Ik moest toch een verhaal vertellen, zeg ik. Dit is mijn verhaal. Links van me kan ik Charlie horen lachen. Ze moet meestal lachen om wat ik zeg. En stiekem vind ik dat wel leuk. Alleen ga ik dat echt niet toegeven. Terwijl we zo met z'n drieën zaten te gamen, ga ik verder, vertelden Messi en Ronaldo me dat ze allebei verre familie zijn van mevrouw Citroen. Dus Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn familie? Vraagt Rashida hoofdschuddend. Hele verre achterneven. Ik knik erbij. Maar niemand weet dat. Alleen ik. Omdat we met elkaar gamen. Opnieuw hoor ik Charlie lachen. Het is het fijnste geluid dat er bestaat. Heel, heel lang geleden woonden er een man en een vrouw in Klein Konkie. Zeg ik. Klein Konkie? Vraagt Rashida. Waar ligt dat nou weer? Ingeklemd tussen nergensland en onvindbaria, zeg ik. Ergens heel ver weg. Oké, zegt Rashida. Vertel maar verder. Deze mensen kregen 4 dochters. Krijs, Gil, Brul en Truusje. En al deze dochters konden 1 ding ontzettend goed. Namelijk schreeuwen. Dat bleek al tijdens hun geboorte. Ze schreeuwden zo hard dat iedereen in Klein Konkie het kon horen. Iedereen? Vraagt Robin. Iedereen, antwoord ik. Maar toch was 1 van deze meiden de meest talentvolle schreeuwer. En dat was Gil. Daar was iedereen in Klein Konkie het over eens. Zo goed als zij kon schreeuwen, dat kon niemand. Zelfs haar zussen niet. Ik gooi mijn bal op de grond en ga op de rand van het raamkozijn zitten. En dit vond Krijs, haar oude zus, niet zo leuk. Dus ging Krijs oefenen. Oefenen en nog eens oefenen. Ze ging aan het werk als badjuffrouw, waar ze tegen iedereen kon schreeuwen. Niet rennen! Kom uit het water! Stop onmiddellijk met in het zwembad plassen! Zo oefende ze zelfs als ze niet op haar werk was. Op straat, tegen oude mensen. Doorlopen! Of tegen kleine kinderen. Wees niet zo klein en groei een beetje. Of gewoon in de supermarkt. Waarom is al het wc-papier op? Krijs schreeuwde de hele wereld bij elkaar. En toen ontstond er een nationale discussie in Klein Konkie. Wie was er beter, Gil of Krijs? Ik laat even een stilte vallen om te kijken of iedereen wel luistert. Vertel nou verder, zegt Charlie meteen.
Net zoals je tegenwoordig of Messi de beste vindt, of Ronaldo, zo was het toen ook in Klein Konkie. Of je was voor Geel, de meest talentvolle, of je was voor Krijs, degene die zo hard had gewerkt om de top te bereiken. Je moest kiezen, verplicht. Mensen kregen ruzie met elkaar. Hele families waren aan het bekvechten op verjaardagfeestjes. Geel, die was de beste. Wat een talent. Zoals zij schreeuwde, dat kon niemand. Daar gingen je haren recht overeind van staan. Wel nee, zeiden de anderen. Krijs, zij was met minder talent toch zo ver gekomen. Dat was pas knap. Haar geschreeuw, daar moest je wel respect voor hebben. En zo brak er voor het eerst een oorlog uit in Klein Konkie. Een oorlog, zegt Rob. Ik knik. Over wie er het beste kon schreeuwen. Precies, zeg ik. Rob duwt zijn bril naar achteren. Ga alsjeblieft door. Dit vond de familie ontzettend erg natuurlijk. Ze wilden niet de oorzaak van een oorlog zijn, dus maakten ze het volgende besluit. Vader en moeder bleven in Klein Konkie om de vrede te herstellen. En de vier dochters verhuisden allemaal naar een ander plekje op de wereld. Krijs verhuisde naar Portugal, waar ze uiteindelijk trouwden met een meneer die Ronaldo heette. Cristiano Ronaldo? Vroeg Gesine. Nee, die was toen nog lang niet geboren, maar het zijn wel zijn voorouders. Ah ja, zei Gesine. Gil verhuisde naar Argentinië. Zij trouwde daar met iemand die Messi heette. En Truusje verhuisde naar Nederland en trouwde met meneer Citroen. Citroen is niet haar echte naam hoor, zei Robin. Ik haal mijn schouders op. Volgens Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wel. Dat vertelden ze vannacht tijdens het gamen. Maar wacht eens even, zegt het nieuwe meisje. Ze kijkt op van haar schrift. Je zei dat er vier dochters waren. Je mist er nog één. Klopt, zeg ik. En ik ben blij dat je het opmerkt. De andere dochter, Brul, die is nooit op een vaste plek gewonnen. Zij is de wereld blijven rondreizen en heeft overal geholpen om liedjes te verzinnen die je moet schreeuwen. Dit zijn de liedjes die voetbalsupporters tijdens wedstrijden roepen. Onder andere deze. Ik adem even diep in. Mevrouw Citroen, mevrouw Citroen, mevrouw, mevrouw, mevrouw Citroen. Ik kijk om me heen. Naar alle ramen die uitkijken op het pleintje. Ik had gehoopt op een weef, juichende kinderen, iedereen die mijn naam zou roepen, maar... Er gebeurt niks. Of toch wel. Links van me hoor ik dat fijne geluid weer. De lach van Charlie. En rechts? Rechts begint Rashida te klappen. Ik merk dat ik het leuk vind dat ik dit verhaal verzonnen heb. Voordat ik begon met vertellen bestond het nog niet. En nu wel. Nog steeds wil ik later het liefst profvoetballer worden. Maar als dat niet lukt, dan ga ik wel verhalen verzinnen. Want de eerste, die heb ik al. Dit was mijn verhaal. Ik hoop dat je hem leuk vond en morgen weer een nieuwe. Mocht je nou leuk vinden, zo'n verhaaltje van een schoolschrijver, dan kan je misschien ook eens de boeken van een andere schoolschrijver proberen. Bijvoorbeeld het ministerie van oplossingen van Sanne Rozenboom. Ik heb er twee van, maar er zijn er inmiddels zelfs al drie van. Ik vind ze in ieder geval heel erg leuk. Dit boek kun je vinden als e-book op www.jeugdbibliotheek.nl. Kom morgen weer kijken hoe het verder gaat op het pleintje met een nieuw verhaal van de verhalenserie Huisarrest. Geschreven door een nieuwe schoolschrijver. We zien je morgen. Tot dan. Doeg!